Normaal speelt hier de lokale voetbalclub. Vandaag is het de hoofdpiste van het EK springen in... Henning. Denemarken, om precies te zijn. Rabo-talenten Hendrik-Jan Schuttert, Dennis van der Brink, Ruben Romp en Sjaak Slijderink zijn op bezoek en lopen het parcours vooraf de landenwedstrijd. De tijd is 480 gemaakt, dus zo'n 87 seconden met 400 meter per minuut. Het is een lang parcours, dus de laatste lijn nog aan het eind. Een hele smalle hoge stelsprong waar je eigenlijk niet goed recht voor kan komen. Met wat moeilijke afstanden naar de laatste en dan is 12 en 13. Ik denk dat daar de meeste, naast de driesprong de meeste fouten worden gemaakt. Ja, ik vind het wel toch speciaal. Je bent er toch bij wat er allemaal gebeurt. En zo vaak zijn er ook niet zulke kampioenschappen. En als je dan zo'n mooi parcours kan lopen. Sjaak is de eerste stalruiter van Jeroen Dubbeldam. Is dit een parcours voor hem? Nou, dat kan ik moeilijk inschatten. Ik denk, natuurlijk, het is een heel moeilijk parcours. Het is een Europees kampioenschap. Maar Jeroen is gewoon zo'n goede ruiter, die weet daar vast wel mee om te gaan. Ik denk misschien dat dat beter is. Je is een klein beetje meer bij elkaar hebt weer. Het is best wel een brede oks als je daar achterlangs gaat galopperen. Een bruine stijls, maar daar hoor ik sowieso een beetje korte zes. Een beetje rustige zes. Dus ik denk dat je er meer beter op de achterbeen hebt. Als je hier zo loopt, denk je dan, dat zou ik ook wel kunnen? Nou, ik denk niet dat het onmogelijk is. Misschien op het moment is het nog een beetje vroeg, maar ik denk dat het toch wel mogelijk is dat ik hier ooit nog een keer rijd. Op zo'n kampioenschap.